Bukele, daar zit op zijn trommeltje, hè, president van El Salvador, terwijl de Wereldbank... Hallo, hallo, welkom bij Meester Crypto. Ja, 12 september 2021, ik zou het bijna vergeten. Dat komt omdat het nog heel vroeg is op de zondagochtend, dat kan ik je verzekeren, toen ik dit opnam, of nu opneem, hoe je het ook wilt, hè. Want zie maar eens een momentje te vinden vandaag de dag. En dat is over een poosje een stuk rustiger voor mij, dus dat komt allemaal goed. Maar mooi toch, hè, de afgelopen week El Salvador die Bitcoin adapteert als wettig betaalmiddel. En de Wereldbank en de IMF en de VS, ze vallen allemaal over Bukele heen. En in sommige media wordt hij weggezet als een of andere despoot. Maar het is ook wel een beetje hoor. Want bedrijven die laten weten dat ze niet veel zien in die nieuwe Bitcoin-wet, die krijgen plotseling inspecties op arbeidsvoorwaarden of ze worden een beetje geïntimideerd. En bedrijven die die Chivo Wallet niet gebruiken, waarmee je dus Bitcoin kunt accepteren, die kunnen ook sancties verwachten. Dus het wordt wel echt ook aan de mensen opgelegd, aan de bevolking. En als je er tegen bent en je laat dat weten, dan kun je opgepakt worden en dan word je later opeens weer vrijgelaten. Hè? Kortom, dergelijke landen, Latijns-Amerika, zo werkt het daar gewoon. En zo werkt het ook in veel gebieden in Zuid-Amerika of in Afrika. Het is niet allemaal zo democratisch Europees zoals wij gewend zijn. En ik weet dat velen van jullie die zeggen, ja, maar in Nederland is ook schijndemocratie en in de VS en nou, noem maar op. Maar je hebt nog altijd verschillende gradaties, toch? Dit is toch mooi, hè? Dat je bij een winkel, kun je het je al voorstellen, hier bij de Albert Heijn of de Hema, hè, dat je een rookworst kunt kopen voor 6.465 sats, hè, met je Lightning Wallet. Overigens iets wat ik me zeker wel voorstel voor een wat verdere toekomst, hoor. Als je nou wat meer wil lezen over Bukele, en dat het echt geen engeltje is, nou, dat zou je in dit artikel kunnen terugvinden, terwijl ik even doorswitch, want hier staat eigenlijk het gevolg van die Bitcoin-wet. En ja, natuurlijk hebben die mensen van Western Union bij de regeringsorganen aangeklopt, hè, huilend. We verliezen $400 miljoen per jaar door die Bitcoin-wallets. En waarom? Dat heb ik eerder al een keertje verteld, hè, die mensen die in Amerika werken, El Salvadorianen of familieleden van de mensen die dan als El Salvador wonen. Ja, zelf hebben ze daar in dat land niks te maken. Dus die familieleden die sturen steeds wat dollars van hun zuurverdiende salaris naar El Salvador. En hoe krijg je dat daar? Nou, dat doe je via die grote geldtransmitters, hè, zoals Western Union. En hier Willy Woe schrijft er ook over. Western Union, MoneyGram zijn verantwoordelijk voor het eigenlijk afnemen van 1,5% van het GDP van El Salvador vanwege die remittance fee op de armen. Want daar hebben we het natuurlijk over. Hè? Die mensen die in het buitenland werken, die dat geld naar huis sturen. Nou, $195 kost dat gemiddeld om dat maandelijks te doen. En dat is de helft van een inkomen van een huishouden in El Salvador. Dus de helft van hun aanvulling op hun inkomen, ja, die wordt gewoon afgepakt door die grote grijpgraaiers. En hoe mooi is het dan, hè? Hoe mooi is dit dan? Ja, wat het ze kost, dat ze maar failliet gaan, hè? Die dinosaurussen, die bloedzuigers. Weet jullie nog mooie woorden? Even nog een slokje. Dan gaan we dadelijk naar Cuba toe. Ja, ik had hier en daar allemaal wat oudere berichten van de afgelopen week, maar ik wil toch met jullie delen. En als je denkt, ik wil geen oud nieuws, Meester Crypto, zout op. Dan klik je toch gewoon weg en ga je iets leuks kijken. Een filmpje van Basje en Adriaan bijvoorbeeld. Hè? Nou, we gingen naar Cuba. Kijk, want Cuba, ja, dit is dat domino effect. Hè? Er is nu één land wat echt het voortouw heeft genomen, El Salvador. En nou, jij zag het laatste al, heb ik een keer wat nieuwsberichtjes laten zien. Andere landen zijn aan het volgen. Cuba gaat cryptomunten toestaan als betalingsmiddel op het eiland. Ze hebben El Salvador en we hebben Cuba. En misschien wordt het hier wat minder opgelegd dan in El Salvador, maar desalniettemin, nou, sowieso heeft Cuba ook toch wel een geschiedenis, hè, van opleggen aan de bevolking.
De Centrale Bank van Cuba, jawel, die de krijtlijnen bepalen voor wie ermee wil betalen en welke bedrijven de digitale munten mogen aanbieden. Nou, en waar komt dat nu allemaal door? Ja, enerzijds heb je die Cubaanse peso, die is heel weinig waard, daar kun je geen economie op bouwen. Anderzijds, sancties van de Verenigde Staten, en dat is dat hele vuile dollarspel wat er zich over de hele wereld natuurlijk afspeelt. En door die sancties is het op het eiland heel moeilijk om met dollars te betalen. Dus dat land zoekt een uitweg. En nou, dan heb je dus op natieniveau een uitweg gevonden met Bitcoin. Dus ja, interessant om te kijken hoe dit zich verder ontwikkelt natuurlijk. Dus ja, dat zijn twee schapen over de dam. Hè? En een dag nadat deze wet inging in El Salvador, kwam in het parlement van Oekraïne, ja, of all places, een wet door die cryptocurrencies gaat reguleren. En ja, reguleren is enerzijds een vies woord tegen het adagium van crypto. Anderzijds is het een noodzakelijk kwaad en hebben het nodig natuurlijk om ja, te groeien in deze wereld. Nou, dus daar, ook daar volop ontwikkelingen op natieniveau. En wat te denken van Panama. Daar is een wet geïntroduceerd die Bitcoin en Ethereum als betalingsmiddelen gaan erkennen. Dus nou, ook in Panama. Vandaag hebben we de cryptowet gepresenteerd. We streven ernaar Panama een land te maken dat compatible is met blockchain, crypto assets en het internet. Het heeft het potentieel om duizenden banen te creëren, investeringen aan te trekken en de overheid transparant te maken. En dat kunnen heel veel landen met al die corruptie toch wel gebruiken. Hè? En de bankieren, ja, die een seismische waarschuwing varen zij uit. Ja. Bitcoin, Ethereum, ja, er worden ook een paar rare munten genoemd, zouden de dollar kunnen opzij kunnen schuiven in slechts 5 jaar. En dat komt allemaal voort uit een poll. Een onderzoek onder bankieren, kijk, onder banking executives, hè, dus niet de minste. En als we dan wat lager lezen hier, dan hebben we verschillende zaken ontdekt die een paradigmaverschuiving in financiële diensten illustreren. Als gevolg van de evolutie van digitaal bezit gebaseerd op blockchain. En in dat rapport stond 76% van de financiële professionals denken dat Bitcoin en crypto als een alternatief of vervanging van fiat currency regeringsgeld in de komende 5 tot 10 jaar kan dienen. Nou, dat is toch een significant percentage. Hè? Nou, daarbinnen een sterke meerderheid die twijfels heeft of blockchain nu al genoeg schaalbaar is en al mainstream adoptie heeft bereikt. Maar 73% denkt dat hun bedrijf crypto moet adapteren en blockchain anders het competitieve voordeel te verliezen. Het fundament van bankieren is fundamenteel. Eigenlijk het is een tijd voorbij. Financiële diensten en ondernemingen moeten zichzelf opnieuw uitvinden en innovatieve manieren gaan vinden om economische groei aan te trekken in de toekomst van geld. Nou, hè, dat zegt hier ook Pauchuk, die hoofd is van Deloitte's mondiale blockchain en digitaal bezit practice. Die zei dat in een. Die vond dat, hè, toen hij dit rapport presenteerde. Dus ja, we zijn een aardig eind op weg, hè, met adoptie in de wereld. En niemand kan ontkennen wat een aantal jaren geleden nog gebeurde. Hè, van, oh, het is iets obscuurs. Met van die crypto-hobbyisten die we moeten beschermen. Dat wordt hier en daar nog steeds in de media geroepen. Hè? En moet je eens kijken, de SEC in Amerika, hoe die blockchain en crypto achter de broek zit. En hoe die stablecoins achter de broek zit. Stablecoins face crackdown, as you see, discussieert een Risk Council review. En als we wat verder kijken, dan heeft het ministerie van Financiën en verschillende federale bureaus een beslissing genomen of ze een onderzoek indienen bij de Financial Stability Oversight Council. En dat heeft dan betrekking op stablecoins.
Kijk, een dergelijk besluit zou een gamechanger kunnen zijn voor stablecoins, die gezien worden als cruciaal voor de cryptomarkt, omdat gebruikers, handelaren ze breed gebruiken om bitcoin en andere currencies aan te kopen. Ja, en ze worden in toenemende mate gebruikt voor transacties, voor traditionele financiële producten, zoals een spaarrekening op een bank. Banken die via stablecoins hun eigen rendementen wat omhoog trachten te krikken en hun cliënten wat hogere rentes trachten te bieden om natuurlijk cliëntelen te behouden of juist aan te trekken. Kortom, ja, er kan nog wel wat tegenwind komen. En dat is logisch, want hier en daar zitten we natuurlijk in het fight me stage. Hè? In het stadium waarin die grote machten crypto gaan bevechten. Omdat ze een reguliere bedreiging zijn van de status quo. En die strijd hebben ze lang verloren. Maar ja, dat neemt niet weg dat velen dat nog niet zo door hebben natuurlijk. Dus ja, als wij FUD krijgen rondom bitcoin. Hè, die 60.000. Echt 60.000 bitcoin. 30.000 bitcoin. Ik vond het mooi. Ik vond het mooi. Dit vond ik ook mooi. Moet je eens kijken. Als we het over bankieren hebben. Is dit toch een prachtig, hè, prachtig burgertje van de bankiers. Nou, deze 393 jaar oude Groenland haai. Die gezien is in de Arctische Oceaan. En de planeet al rondzwerft sinds 1627. Het is de natuur toch mooi, hè? Kun je je voorstellen dat over die Groenlandse haai misschien nog een keertje onze eigen Michiel de Ruiter heeft heen gevaren met zijn zeilschip. Hè? 1627, jongens. Ja, dan komen wij nog maar naar het kijken. Hè? En wie weet zijn we alweer dood voordat hij het loodje legt. Een echt BTC het loodje. Kijk, ik kan allemaal bruggetjes aan elkaar maken. Dat is allemaal geen enkel probleem. Dit lijntje staat prima hoor. Kijk, als je naar de maand kijkt, dan heeft het alles te maken met hoe we afgesloten zijn op de maand. Dus de meeste crypto heeft geen brilletje nodig hoor. Nou ja, we zijn hier ontzettend naar beneden gekukeld natuurlijk. Hè. En die, ja, hè, want bitcoin, ja. We zijn nog steeds niet helemaal bekomen van de schrik. Hè. En dat moet je ook zien als de hele markt. Die is dit, deze kaas nog aan het verwerken. Hè, want gaat het meer zuur geven? Of is het zo'n Bart Simpson? Hè, zo'n omgekeerde Bart Simpson? Ik weet niet of je dat patroon kent, maar die zitten er volop in crypto. Hè, van die rechthoekige dingetjes naar beneden toe, horizontaal en dan naar boven toe. Of andersom, naar boven toe, horizontaal en weer naar beneden toe. Met zo'n prikkelend Bart hoofdje. Ja, we zijn dat nog aan het uitzoeken. En je ziet hè, dat die 50 MA... hier support biedt, althans, dat bood hij daar. En gisteren zijn we daar onder afgesloten. En ik had toch heel graag gezien dat we daar boven afsloten. Kijk, want wat we hier verder zien, is natuurlijk een pennant. Zo'n driehoekje naar zo'n diepe val. En als het naar boven toe is het een bullish pennant, maar naar beneden toe is het een bearish pennant. En een continueringspatroon. En dat zou je zo kunnen lezen. Hè, van we zijn van daar boven tot daar gevallen. En als we daar dan uit geraken, ja, dat is niet zo hoog, hè? Nee, daar worden we niet vrolijk van. Kijk, dat is zo'n measured move naar zo'n 35.000 toe. Nee, joh, ik denk niet dat het zo ver komt, hoor. Kijk, hier hebben we al wat positieve divergentie zichtbaar. Ik wil natuurlijk graag zien boven die 50 mee afsluiten. En heel graag ook hierboven. Want pennants zijn nog helemaal niks waard zolang ze niet uitgebroken zijn. Dus daar moet je nou ook niet te veel op verkijken. Ja, maar het is wel een hulpmiddel voor jou om de richting te bepalen. Ja, gaan we onder dit lijntje afsluiten? Gaan we boven dit lijntje afsluiten? Nou, en als we daar afsluiten, dan neemt de kans aanzienlijk toe dat we in die richting zullen gaan continueren. En je ziet, ja, hier ligt wel een support, maar ja, dat ligt hier natuurlijk ook. Hè? En daar ligt die weerstand, dus laten we vooral ook wat naar boven gaan kijken. Mijn gevoel... Maar gevoelens moet je niks op doen, hè? Dat weet je. Mijn gevoel zegt dat hier de bodem al gezet is. Maar we gaan het zien. We gaan naar Mark. En Mark van der Gijs zegt, het vierde kwartaal wordt interessant. Er zijn zoveel munten van de markt gehaald door hodlers. Hè, dus munten die vervolgens vast komen te staan, die je niet meer ziet bewegen op de blockchain. Dat de prijs verwacht wordt te exploderen, te weten een supply shock.
Er is op de beurzen minder en minder verkrijgbaar. En als de vraag daarbij gelijk blijft of groeit, dan gaat de prijs natuurlijk omhoog schieten. En dat kun je hier zien in de supply shock ratios. En hier de donkerblauwe is de illiquid supply shock ratio, dus munten die niet meer bewegen. Nou, dat zag je afnemen vanaf 2013. En je ziet eigenlijk de trendwijziging na die flash crash maart 2020. Zie je dat we weer omhoog aan het klimmen zijn. Dus mensen zijn minder geneigd hun munten te verkopen. En op een gegeven moment gaat dat zich pas echt reflecteren in de prijs. Dus hoop je hem, hè? Heb jij dit ook wel eens? Als je Bitcoin wil uitleggen aan je familie? Ze kijkt mijn vrouw trouwens ook als ik net uit de wc kom en zij gaat er net in. Oké, snel verder. Deze kwam in mijn Discord voorbij en met mijn amnesia weet ik al niet meer wie. Dus nou, het spijt me poster, hè, maar staking rewards kun je hier zien. Zie je ook dat op Solana verreweg het meeste aan waarde gestaked wordt. Meer dan op ADA, veel meer nog dan op ETH 2.0, dan op Terra, noem maar op. Dus maar ja, wat ik ook weet is dat dat staken op Solana, moet je niet denken dat alle huistuin- en keukenbeleggers dit hoge steekbedrag veroorzaken. Dat zijn een aantal venture capitalisten, dus de durfkapitalisten die vroegtijdig in Solana hebben geïnvesteerd. Maar dat is al niet te min, het vertrouwen dat zij erin hebben, dat zal ook al enige geldigheid, duiding voor Solana geven. En ik heb het in mijn Discord trouwens ook geroepen. Ik heb zo de boot Solana natuurlijk helemaal gemist. Ik kan niet op ieder bootje zitten, ik doe mijn best. En dat hoeft ook niet, zolang je maar op een aantal goede parels zit. Maar moet je eens kijken wat die Solana heeft gedaan hier. Sinds juli dit jaar, terwijl je ergens op een strandje lag te bakken, had je beter wat Solana kunnen kopen, hè? Inclusief ikzelf. En na een dergelijke groei, en hier zie je mooi zo'n inverted hammer candle op de top. Dus dat duidt er aan dat we misschien wat overstretched zijn. En dat op dit moment ik Solana niet zou aanraden om te kopen. En ik zeg ook al, ja wie weet, gaat die op dadelijk weer 100% omhoog, hoor. Ik durf het echt niet te zeggen, maar ja, als je verstandig investeert en even voorzichtig omgaat met je geld en dan ga je naar een dergelijke groei, zeg je nou ik ga wel ergens anders even kijken en die Solana wacht ik wel een keertje op als je hem per se wil hebben als je weer 50% naar beneden is gegaan of zo, hè. En verder Solana, ik weet het niet, ik weet dat het wat centraler is, een centralere munt dan Ethereum, dat die sneller is, et cetera, maar ja, wij weten natuurlijk ook Arbitrum, hè, dat gaat ook heel veel verlichting bieden voor Ethereum, als ook de merge met ETH 2.0. Dus ja, hoe dit zich zal ontwikkelen, voorbij de hypefase waar het nu in zit, je komt het overal tegen, dat moeten we nog gaan zien. En ik zelf moet er nog een keertje wat dieper induiken wellicht. Dat denk ik wel. Maar dat wil ik helemaal niet zeggen, dat Solana. Ik wil zeggen, we hebben hier een hartstikke mooi overzicht van nou, hoe verhouden die munten zich tot elkaar binnen DeFi of hoe verhouden de stablecoins zich ten opzichte van elkaar? En welke stablecoin heeft het meeste waarde gesteekt? Daar is het nu op geselecteerd. Of welke heeft de hoogste market cap als ik daarop klik? En dan krijg je het op basis van market cap. Dus ja, ook de grootste lane platform, proof of stake. nou, masternodes is voor mij echt iets van het verleden. Ik kan me niet voorstellen dat daar nog munten heel prominent van gaan worden. In ieder geval, ga dat dus bekijken, deze site, mocht je van die data houden. Hè? Tip de tip. Nou, en Halfini, ja, afgelopen week, of de week ervoor, was hij, ik meen, 8 jaar dood. Heeft een van de eerste, zo niet de eerste, Bitcoin transactie gedaan op de blockchain. En ja, is in die zin ook een van de echte OG's van Bitcoin. 1993 schreef hij dit over crypto trading cards. En dan herken je natuurlijk NFT's, hè, die nu zo booming zijn. Ik heb eens over nagedacht over het idee van het kopen, verkopen van digitaal geld en een manier om het te presenteren. We kopen en verkopen cryptografische trading cards. Fans van cryptografie zullen hiervan houden. Ook je vrienden zullen ontzettend houden van deze cryptografische trading kaarten, net als jij. Je zult ze willen traden, je zult een hele set willen verzamelen. Ze komen in allerlei variaties. Van de, ja, van de bekende naar de meer zeldzame. En helemaal tot de heel zeldzaam gezien en bla bla bla. House of fun can be had for all.
Nou, is dit niet een vooruitziende blik, hè? Als we het hebben over 1993, het internet was nog maar net geboren en, ja, en dergelijke visionairs, die, ja, die hebben we natuurlijk nodig in deze wereld, hè? Dit is Strong, wil ik nog even met jullie naar kijken. Jullie weten, 3 maanden geleden mijn video Strong, geldmachine of iets dergelijks noemde ik hem. En de tip kreeg ik weer van Cryptoptera. Ja, dat moet ik ook nog een keer zeggen. Ja, want hoe mooi is het? Ik heb destijds die noot gekocht. En die noot heb ik helemaal afbetaald nu. Dus alles wat nu dagelijks binnenkomt, is gewoon, ja, zijn cadeaus voor meeste crypto. En ik hoop dat sommigen van jullie, inmiddels hoop ik dat, dat sommigen van jullie toen ook zijn ingestapt, want ja, dat leg je geen windeieren. En jullie weten, ik heb al mijn bedenkingen bij die reward wallet. Hè, dat we krijgen allemaal Strong in onze wallet, iedere dag, als beloning voor het faciliteren van onze node as a service aan blockchains, aan Ethereum met name. Hè. Maar er zijn al allerlei andere blockchains op dit moment die erbij aan gaan sluiten. En met name Phantom, Polygon, nou, die staan op de rol om misschien nog deze maand en anders waarschijnlijk volgende maand dat Strong daar ook nodes aan kan leveren. Silica zijn ze mee in gesprek en ik meen Solana en nog een aantal andere prominente. Dus ja, in die zin krijgt Strongblock ook steeds meer fundament en ja, is het een steeds serieuzere speler eigenlijk aan het worden. Neem ik Strongblock ook serieuzer. Ja, al die partners, die gaan niet zomaar natuurlijk in zee met een, als dit alleen maar een piramidespel zou zijn. En nou, dat gevoel had ik een beetje bij die uitgifte van die Strong. Hè, want we hebben inmiddels 84.000 nodes zijn aangemaakt. En die krijgen allemaal 0,1 Strong per dag tegen een prijs van $500 Strong. Als ik een beetje afrond, hè, van de afgelopen week. Dus ja, waar komt dat allemaal vandaan? En loopt dan die Strong wallet niet helemaal leeg? Nee, integendeel. Hè, je ziet dat het ja, behoorlijk stabiel is vanaf hier 10 augustus naar 4 september. 10 augustus hadden we er 230.000 Strong in zitten. En nu 238.000. Dus het verdienmodel van Strong, dat blijft. Waarbij natuurlijk aangetekend moet worden, is dit Excel document. Kan iedere Pipo de Clown aangemaakt hebben. Ja, ik heb dit gevonden op Twitter. En neem het voor mijn eigen geruststelling maar even als waar aan. Maar wie moet me nog geruststellen? Ik bedoel, ja, als het morgen klapt, heb ik er in ieder geval al winst uit gehaald. Hè? En alles wat nog extra erbij komt, dat is winst. En stel je eens voor dat dit gewoon jaren zo blijft. Ik denk niet dat het op dit tempo, hè, met dit bedrag, hè, want er komt eigenlijk $50 per node nu binnen voor iedereen die Strong heeft gekocht. Ik denk dat dat wat naar beneden zal gaan, maar we zullen het zien. En er zal waarschijnlijk een verdeling komen van een munt van de blockchain waar Strong aan levert, dat je daar beloningen van krijgt, plus een beetje Strong erbij. Maar nou, de tijd zal het leren. En als we het hebben over nodes as a service, nou, je weet, hè, Chainlink, er komt een keer implicit staking. Hè, dus dat je kunt staken op de Link blockchain. En ik verwacht dat dat een enorme groei gaat geven aan het Link token, aan de prijs van Link, als die aankondiging gedaan wordt. Want daar zitten we allemaal met smart op te wachten. En ik heb 2-3 video's terug al uitgebreid uit de doeken gedaan waarom dat nu nog niet is, hè, maar wel in een niet al te verre toekomst zeker gaat komen. Maar als je nu Link dus wilt gaan steken straks, dan zul je daar een node voor op moeten zetten. En die node zul je up-to-date moeten houden. En je zult daar bepaalde technische kennis voor moeten hebben om dat te kunnen doen. En een helpdesk bij tijden waar je misschien raadplegen, et cetera. Heel gedoe. Of je doet dat ook via een node as a service. En ik hoop natuurlijk in mijn achterhoofd dat dat via Strongblock zou kunnen. Maar of je dan via Strongblock je eigen link in zo'n node kunt gebruiken als stake. En ook die verdiensten weer binnen kunt halen. Het lijkt me wat verder gezocht, maar het kan in ieder geval wel via Linkpool. En je kent wellicht het Linkpool token, er zijn er 100 miljoen van. We weten niet hoeveel er op dit moment van in omloop zijn, dus dat is nog een beetje sketchy. Hè? Maar het Linkpool token heb je nodig als jij Linkpool node as a service wilt gebruiken. En je wilt Link steken en er verder helemaal niet meer naar omkijken. En zij doen het opzetten en updaten, et cetera, voor jou. Nou, daarvoor heb ik al Linkpool gekocht. En ik heb veel te weinig gekocht. Ik wist ook niet hoeveel Linkpool LPL ik moest hebben om zo'n node te kunnen draaien voor de Link die ik had. Nou, nu blijkt, even kijken, dat het variabel is. En
En los van dat het variabel is, is hun schatting dat 1 LPL je in staat stelt om 0,4 link te steken. Dus als we dit getal hier hebben, je hebt voor... nee, dit is helemaal verkeerd. Dus als we dit getal hier hebben, $3,5, nou, dat geeft je ongeveer de gelegenheid om, om zo'n $1,40 aan link te steken. Dus je hebt 2,5 keer zoveel LPL nodig dan dat jij link hebt. En dan met deze prijs. Ja, ik had geen zin om zoveel LPL te kopen. Dus ik heb nu, meen ik, 10% van mijn link heb ik LPL voor. En dat, ja, dat vind ik natuurlijk veel te weinig. Ook hier LPL had ik veel eerder moeten kopen dan ik feitelijk gedaan heb. En met betrekking tot dat linkpool, ze hebben onlangs een keer een presentatie gegeven. Wat zij, ze bedienen niet alleen ons, wij die nodes willen leveren. Vooral willen wij natuurlijk links steken. Ze zeggen, wij willen de bouwers die op Chainlink bouwen, dat zij kunnen focussen op het leveren van spannende, of bouwen op hun opwindende ideeën, zonder dat ze zich druk moeten maken over hoe ze een adapter voor Chainlink moeten creëren, specificaties moeten instellen. Dat is iets wat Linkpool allemaal voor hun gaat doen. En ontwikkelaars kunnen meerdere nodes creëren van een pool van hoog betrouwbare Chainlink node providers. Dat zijn wij natuurlijk, zonder dat we enig idee hebben wat we aan het doen zijn. En dat gaat via die hele Linkpool, die Chainlink markt die daar gaande is. Met één klik kunnen ze allerlei nodes uitzetten. En ze kunnen die nodes op hun eigen behoeften natuurlijk af laten stemmen. En dan heb je een zelfontwikkeld DON. En DON heb ik uitgelegd in die video over Chainlink Whitepaper 2, wat dat inhoudt. Want Chainlink is geen Oracle. Chainlink is een platform voor Oracle netwerken. Allemaal verschillende DONs. En ook hun, ze zijn open source en ze hebben een API die iedereen kan gebruiken, die transparant is voor iedereen in te zien en gemakkelijk gebruikt kan worden om Chainlink nodes via het Node as a Service platform te deployen, om dat uit te zetten voor de eigen blockchains. Kortom, Linkpool, ik wist niet of je hier bekend mee was, maar ja, en je weet, het kost je nogal wat, wil je LPL hebben. Maar misschien, als je link straks wilt gaan steken, is het toch handig om op een x-moment eens te kijken, is het nu een gunstige prijs? Nou ja, je ziet dat Linkpool token, dat bungelt hier op een ergens onderaan al heel lang, hè? En dit is dat zo'n meme, zo'n bekende meme met steeds andere teksten. Ik blijf hem eigenlijk leuk vinden. Vader die binnenkomt, zoon op zijn zolderkamer. Ben je aan het winnen, zoon? Ik ben aan het fractionaliseren, het meest bekende meme in de cryptogeschiedenis, zodat iedereen er een deel van kan bezitten. Ah, goed bezig, jongen. Ik heb natuurlijk geen idee wat het over gaat, hè. Maar dat fractionaliseren zie je al gebeuren, hè. CryptoPunks bijvoorbeeld, die je voor 1.000ste deel bijvoorbeeld kunt kopen. En ja, dan heb je 1.000ste deel van zo'n stom plaatje. Zo zie ik ze eigenlijk, hè. Maar ja, het is zeldzaam en het is een van de eerste. En in die context is het misschien tot de lengte der dagen zal het een bepaalde waarde vertegenwoordigen, denk ik. Maar als we het over die NFT's hebben. Chico Crypto noemde deze laatste keertje in zijn video. En ben ik er ook naar gaan kijken. En ik zeg niet dat iedereen nu EcoFi moet kopen. Eco is het token. En dat is deze. En de actuele prijs op zondagmorgen nou is $8,44 zoals je ziet. En misschien is Linkpool trouwens ook een heel andere prijs dan ik hier liet zien. Even 3,70. Nou, zwaar. Wanneer je ICO koopt en je gaat naar dit platform en je gaat hier staking SPRT tokens. Nou, wat moet je daar nou mee, hè? Nou, die SPRT tokens die groeien natuurlijk met de tijd door het staken. En daar kun jij echte kunst uit de buitenwereld, vers uit het Louvre. Dat weet ik niet, maar wel bijvoorbeeld hier een Picasso, een Keith Haring. Nou, beroemde kunstenaars, beroemde kunstwerken. Daar kun jij een deel van gaan bezitten. En gaat dat schilderij met de tijd in waarde toenemen, dan neemt ook jouw aandeel daarin natuurlijk toe in waarde. Dus ook dit kun je dan weer vrijelijk verhandelen. Dus heb je een keer een Vincent van Gogh willen bezitten, is nu je kans om in ieder geval een deel ervan te bezitten. En ja, daarom heb ik toch een beetje ICO gekocht en... Niet om daar nu direct mee rijk te worden of zo, maar even kijken of dit zo werkt en of ik straks ook
een kunsthandelaar ga worden. Jawel. En ook de emoticons. De eerste emoticons worden geveild met een digitaal eigendomsbewijs op nu.nl. Gisteren, de oudste emoticons ter wereld worden online geveild. En hun bedenker Scott Fallman verkocht in de vorm van een non-fungible token dat eigenaarschap garandeert. Ja. En ze worden geleverd met een gesigneerd certificaat en twee essays van Fallman, de professor computerwetenschappen. Ja, en de vraag die dit bij mij oproept is, moeten straks Apple en Android en noem maar op iedereen die die emoticons gebruikt, moet die straks met iedere afzonderlijke NFT-bezitter in onderhandeling of zij de smiley mogen gebruiken of het drolletje of... klinkt niet echt praktisch zou ik zeggen. Hè? Misschien is het niet zo hoor, maar dat vraag ik me daarbij af. Ja. En wat denk je hiervan hè? Als we het hebben over een wereld op zijn kop of een... misschien een overgehypte hype, een bubbel, of is het de nieuwe realiteit? Dit is de werkelijke Picasso, moeder en kind, 4,3 miljoen, dan mag hij bij jou in de woonkamer hangen. Of je kiest voor de CryptoPunk van 5,5 miljoen, want zoveel kost deze CryptoPunk, daar is je voor van eigenaar gewisseld. Ja, wat is je voorkeur, hè? De CryptoPunks Picasso voorbij. Nou... Ik besluit even met deze video. En ik zeg mensen, het goed op je portfolio. Likes worden gewaardeerd. Fijne zondag nog. Of maandag weet ik voor hoe lang ik over dit edit doe. Het gaat jullie goed weer. Doei.